In volgende video's zullen we kijken naar hoe we aan de hand van JavaScript webpagina's interactief kunnen maken. Dus hoe we kunnen starten van een simpele statische webpagina en hoe we deze interactief kunnen maken door bepaalde acties uit te voeren bij het aanklikken van een bepaald object of dergelijke andere achtergrondacties. Nu, in volgende video's zullen we beginnen met eerst even kijken naar de geschiedenis van JavaScript, hoe het geëvolueerd is en hoe het vandaag de dag verder ontwikkeld wordt. Daarna zullen we kijken naar de zogenaamde event loop, wat eigenlijk het algemene verwerkingsmodel is van moderne JavaScript engines. En tot slot zullen we ook een keer kort kijken naar de belangrijkste JavaScript engines die vandaag bestaan.